De Zagenwetters in Merselo vierde afgelopen weekend het 6x11 jubileum. Ook nam de vereniging afscheid van Vorst Ruud en werd zijn opvolger bekendgemaakt. We hebben altijd al een gefantaseerd en nou is het zoiets. Ik had het liever op een andere manier gehad, want dit is veel te goed om afscheid van te nemen. Maar er is iets op zijn pad gekomen en daar hebben we respect voor. En ik ben heel grots om dit op te mogen volgen. 4 jaar ben jij Vorst geweest in Merselo. Maar waarom stop je dan na 4 jaar? Waarom niet pas na 11 jaar? Nou, ik vind 4 jaar was best mooi. Ik heb toen ze mij gevraagd hebben, heb ik eigenlijk gewoon gezegd, ik doe je tot het 6x11 jubileum. Ik heb vorig jaar heb ik gezegd, ik doe er nog 1 jaar aan met om het nog te rekken. Maar er is mij nou echt, wat Bas ook zegt, op iets op mijn pad gekomen. En ik denk, ik ben nu 50 jaar en ik vind het mooi dat er een jongere gast nou dit over gaat nemen. En dat heeft hij ook hartstikke verdiend. Er is maar 1 regel, blijf u zelf. Blijf o zelf, is dat jouw slogan? Dat is niet mijn slogan. Maar iedereen die mij kent weet wel dat ik altijd mezelf ben. En ik heb altijd mijn mening klaar en mijn zeggen klaar. Misschien is dat ook wel waarom dat ik nou vast ben geworden. Maar ik zal sowieso nooit anders worden. Ik vind wel altijd dat je bereid moet zien om water bij de wind te moeten doen. Maar als het even kan, moet je wel je eigen ding doen. En daar sta ik zeker voor. Maar ten minste is voorbeeld van enthousiasme, gezelligheid en opties tot oplossingen. En dat neem ik wel van hem met mij met. Maar dat zijn wel mooie woorden voor jou, hè? Ja, zeker. Daar ben ik ook trots op. Maar ik ben ook trots dat hij mijn opvolger wordt. En ik weet heel zeker dat hij het helemaal gaat maken. Ik loop het hele jaar met, heb ik hem ook beloofd. Dan, ja zo werkt dat gewoon. Het is, voorzien is niet alleen maar allemaal leuk en leuk en leuk. Er komt van alles tegen wat je denkt van dit of dat. Maar dat is ook het mooie van het voorzien. En wat ik ook zeg, als vorst is het allermooiste baantje van de hele zaagwettersvereniging. Echt waar. Naast de wisseling van de wacht werd er vooral feest gevierd tijdens het jubileum. En we zijn ontzettend blij dat we dit mogen organiseren. 6x11 wil zeggen dat we onze voorgangers veel dank verschuldigd zien. Dat we dit kunnen vieren natuurlijk. Hun hebben het pad voor ons klaargemaakt. En we hopen ook dat de jeugd in de toekomst de vastlopend immers kan blijven vieren. En daarom vieren we het 6x11 jubileum. We hadden gisteravond, de vrijdagavond, hadden we de avond van de lach. Met optredens van 6 buurtreders. En dit is een ontzettend succes geworden. De avond van de lach is wel erg in trek ook bij de mensen. Vanavond de grote feestavond. Met het grote publiek erbij. Om iedereen te laten meegenieten van het 6x11 jubileum. En morgen zondag sluiten we af met de brunch. En we denken dat als we dit programma hanteren, dat we voor iedere doelgroep een leuke activiteit hebben neergezet. De kerstverse vorst kijkt uit naar het aankomende seizoen. Nou, ik ben een Vastenovensmens, dus alles wat met Vastenoven te maken heeft is fantastisch. En zodra het normaal met het vorstraadsbal de eerste klatsmars klinkt en Limburgs volkslied, dan hebben mij het bloed al sneller pompen. Dus daar zal het niet aan liggen. Het is alleen het Vastenovensgevoel, het iedereen die Vastenovens viert. Vastenovensbloed, wat sneller gaat koken, het ook iedereen die Vastenovens viert. Het is alleen om die in de goede banen te kunnen leiden als je vorst bent. Dat is iets speciaals, dat is voor mij ook nee. En ik hoop dat op zo'n goede manier, goed mogelijke manier te doen. Maar ik denk dat wel goed komt. Zeer goed, die applaus.